Het geneesmiddel dat vandaag centraal staat in het geneesmiddel van de week is domperidon. Domperidon, ook wel bekend onder de merknaam Motilium, wordt vooral gebruikt tegen misselijkheid en braken. Domperidon wordt daarom een anti-emeticum genoemd. Een vergelijkbaar anti-emeticum met nagenoeg hetzelfde werkingsmechanisme is metoclopramide, bekend onder de merknaam Primperan. Echter, domperidon kent ook andere indicaties. Naast de anti-emetische werking heeft domperidon ook een prokinetisch effect. Oftewel, het middel bevordert de bewegingsactiviteit van het maag-darmkanaal. Het wordt daarom ook wel gebruikt bij maagklachten. Off-label wordt domperidon gebruikt om de aanmaak van borstvoeding te stimuleren. Domperidon kan namelijk de prolactinespiegel verhogen en zo de melkproductie stimuleren. Het werkingsmechanisme van domperidon berust op een antidopaminerge werking en het middel behoort daarom tot de dopamine-antagonisten. Het optreden van misselijkheid en braken wordt gereguleerd door het braakcentrum en aangestuurd door onder andere de chemoreceptor triggerzone. Hierbij zijn verschillende neurotransmitters betrokken, waaronder dopamine. Domperidon werkt op de dopamine D2-receptoren in de chemoreceptor triggerzone om zo braken te voorkomen. De chemoreceptor triggerzone bevindt zich ook op de hersenstam, maar buiten de bloed-hersenbarrière. Domperidon werkt daarnaast ook op de perifere dopamine-receptoren. Dit zorgt ervoor dat de peristaltiek van de maag en het duodenum en de druk van de gastro-oesophagale sphincter toeneemt. Daarbij zorgt domperidon ook voor de relaxatie van de pylorissphincter. Dit bij elkaar bevordert de maaglediging, waardoor ook braken kan worden voorkomen. Een belangrijke eigenschap van domperidon is dat dit geneesmiddel niet de bloed-hersenbarrière passeert. Dit komt door zijn hoge molecuulgewicht en lage lipofiliteit. Hierdoor heeft domperidon weinig tot geen centrale bijwerkingen. Nog even voor de duidelijkheid, de hiervoor genoemde chemoreceptor triggerzone bevindt zich wel op de hersenstam, maar ligt dus buiten de bloed-hersenbarrière. Metoclopramide passeert daarentegen wel de bloed-hersenbarrière en geeft daarom meer centrale bijwerkingen. Domperidon heeft daarom ook de voorkeur bij oudere patiënten. Maar let op! Bij kinderen onder de 1 jaar is de bloed-hersenbarrière nog niet volledig ontwikkeld. Daarom kan domperidon bij jonge kinderen wel centrale bijwerkingen geven. Het gaat dan voornamelijk om de extrapyramidale bijwerkingen, zoals stoornissen in houding en beweging. Dit zie je ook vaak bij de ziekte van Parkinson, aangezien er bij deze ziekte ook een tekort aan dopamine in het lichaam is. Nog niet zo lang geleden kon je domperidon gewoon zonder recept bij de apotheek halen. Echter, sinds 2014 is dit geneesmiddel alleen nog maar op recept verkrijgbaar. Dit komt doordat domperidon in die tijd veel in het nieuws is geweest in verband met een kans op plotse hartdood. Domperidon verhoogt in hoge doseringen namelijk het QT-interval. Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat er verband bestaat tussen domperidongebruik en de kans op een ernstige ventrikelarritmie of plotse hartdood. Met name bij patiënten ouder dan 60 jaar en bij dagelijkse doseringen van meer dan 30 milligram. Het onderzoek dat uitgevoerd is hier in het Erasmus MC vond een viervoudig verhoogd risico op plotse hartdood bij patiënten die domperidon gebruikten ten opzichte van patiënten die dat niet deden. Dit is een verhoogd relatief risico. Het absolute risico op acute hartdood bij patiënten met domperidon blijft nog steeds erg klein. In Nederland gelden er daarom strikte doseeradviezen voor domperidon. Een maximale dosering van 30 mg per dag is toegestaan tot een uiterste gebruiksduur van 7 dagen. Daarnaast moet bij het voorschrijven van domperidon opgepast worden met QT-verlengende geneesmiddelen en sterke CYP3A4-remmers. Domperidon is namelijk een CYP3A4-substraat. Wanneer domperidon wordt gecombineerd met een sterke CYP3A4-remmer, zal de concentratie van domperidon in het bloed toenemen. In dit figuur zie je de concentraties van domperidon in het bloed in combinatie met en zonder ketoconazol. Ketoconazol is een sterke CYP3A4-remmer. Zoals je ziet is de y-as op een logaritmische schaal. De bovenste lijn met de zwarte figuurtjes laat de concentratie van domperidon zien in combinatie met ketoconazol.
De onderste lijn, met de witte figuurtjes, laat de concentratie van domperidon zonder toevoeging van ketoconazol zien. Je ziet dat de plasmaconcentratie van domperidon in combinatie met ketoconazol 3 maal zo hoog is. Dit komt omdat de afbraak van domperidon vertraagd wordt door de remming van het CYP3A4-enzym door ketoconazol. Oppassen met sterke CYP3A4-remmers dus. Samenvattend. Domperidon is een geneesmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt tegen misselijkheid en braken. Het kent echter ook andere indicaties. Domperidon passeert niet de bloed-hersenbarrière en heeft daarom weinig tot geen centrale bijwerkingen. Echter, domperidon is wel geassocieerd met ventriculaire arritmieën en plotse hartdood. Het is daarom uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek en behoeft strikte doseeradviezen. Een maximale dagdosering van 30 mg met een maximale gebruiksduur van 7 dagen.